In de maand mei bruist het van de tuinfeesten en met het wisselvallige weer kan zo'n partytent welkom zijn. De bedrijven die partytenten verhuren moeten dan ook hard werken. Ja, nu communiemaanden, lentefeesten, trouwfeesten en dergelijke. Zeker maart, april, mei, juni, dat zijn de drukste maanden. De sector zit in de lift en dus moet je er tijdig bij zijn om er eentje te kunnen huren. Ik moet op communieperiode moet ik wel mensen weigeren, ja, klopt. Is alles dan verhuurd? Op dit ogenblik is alles verhuurd. De partytenten zijn een groot succes, maar ook andere artikelen zoals springkastelen worden al maar vaker verhuurd. De meeste zijn natuurlijk de partytenten, omdat ja, iedereen wil voor zijn lentefeest of zijn communiefeest een goede tent natuurlijk. Nu in hoogseizoen durf ik wel mijn 15, 16, 17 uur draaien. Alles moet rondgedraaid worden, alles moet er staan natuurlijk. Dat is normaal nu.